Jeetje, Mina. Ik zat maar aan één ding te denken. Ik denk, stop niet met spelen. Want je zei zoveel moois via je snaren en via je muziek. Lavinia Meijer. Volgens mij is iedereen een beetje verliefd geworden op jou net. En op de tonen die je de ruimte inslingert. Dat was prachtig. Dank je. Maar we gaan toch ook praten. Ja. Het nummer, It's Showing Me, heet het nummer. Klopt, ja. Ik heb dit lied geschreven. Maar ik was heel erg op zoek naar een titel. En toen heb ik eigenlijk gewoon het publiek op meerdere momenten gevraagd... als jullie dit lied horen, waar denken jullie dan aan? En ik kreeg hele mooie reacties en suggesties. En dan ging het over de natuur, dan ging het over het leven en de cyclus... en alle stadia van het leven. Ik kreeg zulke mooie reacties dat ik uiteindelijk dacht van... ja, maar het publiek laat mij zien hoeveel zij muziek waarderen... en wat voor een rijke associaties er ontstaan met muziek. Daarom heb ik het Showing Me genoemd. Ja. Dat zij laten mij zien hoe belangrijk muziek, cultuur is. Wat te gek. Nou, ik moet zeggen, jij laat ons eigenlijk voelen hoe belangrijk cultuur en muziek is. Want ik zei namelijk ook dat we verliefd waarschijnlijk met z'n allen zijn. In ieder geval, ik heb een gevoel in mijn buik, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik zit alleen, maar ik wil nog een keer dat je gaat spelen, maar ik kan er niks aan doen. We zijn natuurlijk allemaal heel erg blij dat je er bent, ook vereerd. En je hebt ook een schilderij, ik moet er toch even naar vragen, want je hebt een schilderij bij je. Ja, dit is een kunstwerk van een IJslandse kunstenaar. Ólafur Eliasson, die ik eigenlijk al een aantal jaren volg en grote fan ben van zijn werk. Ja. Hij maakt hele mooie kunst, maar ook in combinatie met de natuur. Hij heeft in Reykjavik een geweldige concertzaal gemaakt, wat ook nog eens Harpa heet. Oh, kijk. Maar dit, wat hij hier heeft gedaan, is hij heeft kunst omschreven op verschillende manieren en ook de relevantie ervan. En ik heb dit thuis aan de muur hangen. Ja. Dus ik kijk elke dag, als ik thuis ben althans, naar. En het geeft mij zoveel kracht en zoveel hoop en energie ook. Dat ik, ja, ondanks dat ik weet hoe belangrijk het is, dat ik toch heel fijn vind om er nog extra aan herinnerd te worden. Ja. Dat het zo een maatschappelijk deel is van de maatschappij. En ik ben hier eigenlijk namens de harpisten in Nederland. Ja. En wij kennen een hele rijke harpgeschiedenis. In Nederland? In Nederland, ja. Van Rosa Spier naar Via Berghout. Mm-hmm. Al bij harpisten van het Concertgebouworkest. Via Berghout heeft bijvoorbeeld de internationale harpfestival opgericht. Waardoor Nederland nu internationaal op de kaart staat als harpland. En daar mag mijn generatie dan op voortborduren. Ja. Dus ja, ik zie ook echt dat ik onderdeel ben van die rijke harpcultuur. En dat internationale, dat is eigenlijk iets waarvan ik denk dat wij in Nederland te bescheiden zijn. Ik wou net zeggen, ik kan me ook voorstellen dat deze coronacrisis die positie bedreigt, maar dat we daar eigenlijk als Nederland, net zoals het Concertgebouworkest, vaak, we weten dat het een van de beste concertorkesten van de wereld, maar we zijn daar toch altijd best wel bescheiden over. Ja. Of soms wel laagdunkend over, terwijl andere landen echt zeggen, oh, dat is het mooiste is wat er is. Hè? Ja. Ik wil, Nederland is een vrij klein land. We willen altijd naar buiten toe. We willen altijd culturen opsnuiven in andere landen. En dan hebben we het over wat geweldige cultuur in dat land en dat. Maar andere landen kijken ook zo naar Nederland. Ja. En die zien bijvoorbeeld dat wij het Concertgebouworkest hebben. Dat toen Reimert de Leeuw overleed, toen werd dat ook in het buitenland groot aangekaart. Ik denk dat wij daar best trotser op mogen zijn dan wij al zijn. Want Nederland heeft een hele rijke cultuur. En dat is een fantastische visitekaartje naar buiten toe. En, maar is dat dit stukje woonkamer, zeg maar, wat je hier naartoe hebt meegenomen? Ja. Is dat ook dan wat je laat zien, omdat je eigenlijk wel inzichtelijk wil maken van kunst, dat art is dit en dit, art is dit en dit. Wil laten zien van kunst is zoveel meer dan we misschien denken. En dat is in heel veel woorden uit te drukken, in heel veel facetten zichtbaar. Zeker. Van prachtig harpspel tot zangeres, ja, tot DJ's. Tot... Nou ja, dat is natuurlijk een hele opsomming, maar het eindigt met art is hope, art is life. Ja. En het is ook, ik denk ook dat iedereen die in de cultuursector werkt, zo positief is ingesteld, omdat cultuur ons ook heel erg blij maakt. Het verrijkt ons leven zo erg. En kijk, we hebben gewoon die springplank nodig in de vorm van overheidsondersteuning. Mm-hmm. Omdat wij daarna kunnen wij vliegen.
Maar we hebben die springplank nodig. En omdat er nu zo'n gat valt, is het maar de vraag, kunnen wij genoeg vooruit? En dan kijken we echt naar de toekomst toe. Ja. Kunnen wij dat land blijven wat tot nog toe zo rijk naar buiten trad? Van kijk, dit is onze cultuur. Ja. Hier gebeurt zoveel. Er komen zulke goede artiesten naar Nederland toe. Mensen willen naar Nederland toe komen omdat wij zo een mooie, rijke cultuur hebben. En dat moeten we niet vergeten. Dat we dat echt voor in de toekomst moeten behouden. Behouden. En wat ik vond mooi wat je zegt, de overheid moet een klein zetje geven zodat we kunnen vliegen. Ja, en het moet geen enkele reis naar het buitenland worden straks. Nee. Om maar even een subtiele vergelijking te trekken. We kunnen heel ver vliegen met mensen zoals jij. We hebben geen vliegtuig nodig, we hebben alleen mensen zoals jij nodig. Ik vind het verschrikkelijk dat ik dit gesprek moet afronden. Geen maar probleem, we moeten de marathon ook voorzetten. Hele mooie artiesten, mensen na mij. Dat is zeker waar. Hoeveel mensen ga jij de handtekening zetten? Je gaat de handtekening zetten, neem ik aan, toch? Ja. Ik heb even nagevraagd. Er is een Nederlandse harpvereniging en daar zijn 500 leden. En dus namens hun ga ik tekenen. Kijk, dat zijn heel veel handtekeningen. Heel veel mooie handtekeningen. Want de harp is natuurlijk het muziekinstrument wat dromen laat horen, toch? Dat is een beetje heel erg veel dank, Lavinia. APPLAUS